Het nieuws in 1 minuut. Jongeren die tijdens het stappen niet of nauwelijks drinken, kunnen daar prijzen mee verdienen. In 12 gemeentes in Overijssel komt er een proef waarbij niet drinkende jongeren beloond worden met iPods, concertkaarten, computerspelletjes of rijlessen. Gedupeerde patiënten van de ex-neuroloog Janssen Steur zijn boos omdat ze niet op de hoogte worden gehouden over de vorderingen van het onderzoek tegen de ex-neuroloog. Na 1,5 jaar onderzoek is er nog steeds geen zicht op een strafproces. De bouwvoorwaarden voor XL Business Park Twente in Almelo worden versoepeld. Tot nu toe mochten laadplekken voor vrachtwagens niet aan de kant van de belangrijkste ontsluitingsweg worden gebouwd, maar die regel wordt nu aangepast. In de evenementenhal in Hardenberg was deze week een speciale christelijke familiebeurs. De beurs richtte zich op christelijke gezinnen en bood een divers aanbod van producten.